We hebben hier Aris Kramer. Aris, wat doe je nou zoal? Wat doe ik al zoal? Nou, een hele hoop natuurlijk. Mm-hmm. Ik ben eigenlijk heel druk bezig met zaken zoals een stukje verkoop, marketing en een stuk technische ondersteuning. En daarnaast ben ik eigenlijk werkzaam als consultant voor bedrijven. Ja. Waarbij ik onze CAD software natuurlijk niet alleen verkoop, maar ook probeer op een goede manier te implementeren. Mm-hmm. Het houdt dus eigenlijk in dat ik naar een klant toe ga, een gesprek met ze ga voeren, de zaak ga inventariseren en op basis van de bevindingen een analyse maken en dan een plan gaan maken om uiteindelijk op een goede manier de software te gaan gebruiken. En dat is natuurlijk de doelstelling van de klanten. Ja. Daarnaast ben ik ook bezig met een stukje opleiding in sommige gevallen, waarbij ik de klant dus eigenlijk vertel op welke wijze zouden moeten werken. En niet eigenlijk een opleiding van oké, dit zijn de knoppen en druk er maar op, maar ook eigenlijk van op basis van hoe de klant graag zou willen werken, een werkwijze met ze afspreek en die gaan doorlopen. Zodat ze in ieder geval in staat zijn om dus op een makkelijke manier datgene wat ze eigenlijk op een andere manier deden, op de nieuwe manier met de software nog veel beter te kunnen doen. Moet dan de klant zijn organisatie aanpassen aan de software? In sommige gevallen is dat wel noodzakelijk, want uiteindelijk is het probleem van de klant altijd, algemeen probleem denk ik, dat dat bekend is bij mensen die in de technische wereld zitten, mm-hmm. dat men eigenlijk niet wil veranderen. En dat betekent dus eigenlijk dat je dus eerst de voordelen van de software moet leren kennen om uiteindelijk beter te kunnen gaan werken. Ja. En dat is natuurlijk een belangrijk gegeven. Daarnaast heb ik eigenlijk ook een eigen specialisme. Mijn specialistische achtergrond is elektrotechniek. Dat is mijn opleiding ook geweest. Ja. En daarnaast heb ik ook veel kennis en ervaring opgedaan bij klanten op het gebied van werktuigbouw. Een stukje bouwkunde, hoort er een beetje bij natuurlijk. Mm-hmm. En een stukje datamanagement. En wat houdt datamanagement eigenlijk in? Dat is het beheer van je data en hoe je eigenlijk je projecten die je maakt op een goede manier kunt gaan archiveren en terughalen. En want wat je vaak ziet in de praktijk is dat men een project maakt en op basis van reeds bestaande projecten kopieën gaat maken van datgene wat je al hebt en dan een nieuw project gaat samenstellen. En daar wijzigingen in aanbrengen. En wijzigingen aanbrengen, ja. En dan wordt het vaak wel een rommeltje. Dan wordt het vaak een rommeltje als je het dus zonder software doet. Althans, zonder goede software. Want waar het juist om gaat is dat je software je helpt om de gekopieerde projecten te valideren, om zo maar te zeggen. Mm-hmm. En uiteindelijk de fouten eruit te halen en die aan te passen. Zodat je uiteindelijk een pakket krijgt wat goed is en gecontroleerd is. Daarnaast ben ik ook bezig met een stukje ondersteuning op ICT-gebied en telecom. Want dat zijn die geleren bedrijven. En daarbij doe ik nog een stukje ondersteuning met betrekking tot softwareontwikkeling. Dat is een heel mooi pakket wat je kunt gebruiken om bedrijven te auditen. Op basis van de kwaliteit van de organisatie. Dat zijn een beetje de dingen die ik op dit moment doe. Ja, en je bent dus een soort dealer, moet ik zeggen, van software. Die koop je in, internationaal. Ja, wij zijn een reseller van de CAD software die we leveren. Ja. En dat is eigenlijk heel breed. Je hebt allerlei soorten software. Software voor een stukje elektrotechniek, ja. Werktuigbouw. Maar ook software om bijvoorbeeld een heel mooi gebouw te ontwerpen en dat te visualiseren. Oké. We gaan luisteren naar jouw volgende plaatkeuze. En dat is Amy Winehouse met Mark Ronson. Hier komt Valerie.